Hier moet je op letten bij het kiezen van een nieuwe smartphone. Jouw portal naar wetenschap, fantasiewerelden of dé manier om al je geliefden te bereiken. Je rechterhand. Juist, je smartphone. Dus wanneer deze oud is, niet meer goed werkt of kapot is, heb je snel een nieuwe nodig. Maar hoe maak je nou de juiste keuze? Door deze simpele tips maak je sneller een goede keuze en hoef je dus ook niets online te missen. We kijken welk besturingssysteem je het beste kunt kiezen en wat te doen wanneer je overstapt. Hoeveel opslagcapaciteit je nodig hebt, waar je op moet letten bij camera's, waar je op moet letten qua formaat. En we sluiten af met een tip om te zorgen dat jij je nieuwe smartphone tegen de laagste prijs scoort. Als eerste de besturingssystemen. De twee belangrijkste behandelen we. Dit zijn iOS van Apple en Android van Google. Er zijn een paar grote verschillen. Zo staat Apple bekend om de gebruiksvriendelijkheid van de apps en van de smartphones. En als je al met een product van Apple werkt, begrijp je alle andere gadgets ook. Daartegenover is Android ontwikkeld door Google, waardoor alle diensten naadloos op je gebruik aansluiten en deze draait ook op vrijwel alle smartphones op de markt. Je kunt ook meer zelf instellen of aanpassen, maar het kan ook iets ingewikkelder zijn om mee te werken. Welke je kiest is ook afhankelijk van wat je nog meer gebruikt. Wanneer je met meer apparaten van éénzelfde besturingssysteem werkt, is het slim om een volgende smartphone te kiezen wat daarbij past. Denk aan als je een iPhone en een Apple Watch gebruikt, dan heb je een iPhone nodig om deze optimaal te blijven gebruiken. Maar als je alles van Android of Google al gebruikt, is dat een meer passend besturingssysteem. Stel, je wilt overstappen. Dat kan natuurlijk ook. Heb je nu een smartphone met een Android besturingssysteem, maar wil je een iPhone? Hoe je je gegevens goed overzet, vind je hier. Mocht je willen overstappen van een iPhone naar een Android-toestel, klik dan hier hoe je je gegevens overzet. Nu zijn wij benieuwd. Welk besturingssysteem gebruik jij? Laat het ons weten in de comments. Dan de opslagcapaciteit. Oftewel de ruimte om de apps en foto's op te slaan op je toestel. Wat je nodig hebt is afhankelijk van wat je met je smartphone doet. Let op, apps worden tegenwoordig steeds groter en nemen dan ook meer plek in. Denk aan games, streamingdiensten en bijvoorbeeld foto's en video's. Ook in de toekomst zal dit door blijven zetten. Ons advies is daarom, bij basisgebruik 64 GB opslagcapaciteit. Met basis bedoelen we WhatsAppen, internetten, streamen van bijvoorbeeld Netflix en foto's maken. Dan is 32 GB vaak al te weinig en blijf je opschonen. Iets wat je natuurlijk niet wilt met je nieuwe smartphone. Wanneer je veel verschillende games speelt, veel gebruik maakt van apps, veel foto's en video's maakt, bewerkt en bijvoorbeeld ook offline wilt kunnen streamen, dan is 256 GB opslagcapaciteit of meer het advies. Zo kun je ongestoord je gang gaan en meer apps gebruiken. Tip: check vooraf wat je nu hebt. Daarop kun je makkelijker een keuze baseren voor je volgende smartphone. Want vaak is het zo, hoe meer opslag, hoe duurder de smartphone. De camera. Ze worden ook steeds beter, waardoor je makkelijk mooie momenten kunt vastleggen. We gebruiken het dan ook steeds meer om met vrienden te videobellen en met collega's te vergaderen. Dus bij een nieuwe smartphone moet er ook worden gekeken naar de camera's. Megapixels zijn niet onbelangrijk, maar je moet vooral letten op de sensoren. Dit gaat vaak gepaard met de prijzen van smartphones. In principe kun je zeggen dat je voor echt mooie scherpe plaatjes je al snel aan smartphones in het hogere segment, meer dan 600 euro, moet denken. Als je voornamelijk foto's maakt en deelt op social media, dan heb je voldoende aan smartphones tussen de 250 en 500 euro. Goedkopere modellen dan 250 euro vallen vaak tegen qua fotokwaliteit. Bekijk daarom goed wat andere mensen ervan vinden in de reviews. Vergis je niet, je hebt smartphones in allerlei maten. Kijk eerst even naar wat je nu hebt. Is het een fijne maat of kan het echt iets groter? Let op, het is prettig dat je je telefoon met één hand kunt bedienen. Ons advies? Meet het aantal centimeter van je duim naar je wijsvinger wanneer je een L-vorm maakt. Deel dat door 2,5 en dan weet je wat voor inch afmeting niet te groot is voor je hand. Want ga je te groot, dan kun je wat uitdagingen ervaren wanneer je in een bovenhoek moet zijn met je duim. Let op, dit is puur een advies en is niet toepasbaar voor bijvoorbeeld Fold smartphones. En check naast ons advies altijd waar je jouw smartphone het meest voor gebruikt en wat je zelf prettig vindt. Op een grote scherm is gamer of videokijker prettiger, maar zit je smartphone voornamelijk in je broekzak, dan moet die wel passen.
Dus, omdat je nu beter weet welk besturingssysteem bij jou past, hoeveel opslagcapaciteit je nodig hebt, weet hoe groot groot genoeg is en waarop je moet letten wat betreft camera, is nu een keuze maken een stuk makkelijker. Filter jouw wensen op kieskeurig.nl en we laten jou zien wat bij jou past qua telefoon en budget. Lees voor je aankoop de reviews en bekijk de gratis prijsverloop om zeker te weten dat je een goede keuze maakt en of het slim is om nu je nieuwe smartphone aan te schaffen. Wat wordt jouw nieuwe smartphone? Laat het ons weten in de comments. En mocht je nog vragen hebben, we helpen je graag verder.